Wasabi. Wat is wasabi? Nou, de meeste Amsterdammers kennen wasabi van bij de supermarkt. In zo'n tubetje, gebaseerd op wat ze altijd bij de Japaner eten of bij de sushi all-you-can-eat places. Maar dat is eigenlijk geen wasabi. Dat is mierikswortel, wat groen gekleurd is. En dan zit ik een heel klein beetje, misschien als je geluk hebt, 5% wasabi of wasabi-olie. Dus het heeft eigenlijk niks met wasabi te maken. Hier heb ik hem, de wasabi-plant. En men zegt altijd, ja, het is, wasabi is een wortel. Ja, daar zijn de geleerden nog niet helemaal uit. Omdat hier kan je zien dat de wortel groeit uit de wasabi. Dit zijn stengels, ja, waar het blad aan zit. Is het de vrucht? Is het de stengel? Ik ga ervan uit dat het de stengel is. Want hier, het is de verbinding van het blad en de wortel. Dus hier zorgt dat alles naar boven komt, wat hier naartoe moet groeien. Deze wasabi komt uit Zuid-Engeland. Zuid-Engeland is een geheime locatie waar je eigenlijk niet mag weten waar het is. Sinds kort mag je er wel naartoe, maar een paar jaar geleden kon je er alleen maar op uitnodiging naartoe. En dan moest je je telefoon afgeven, geblinddoekt, dat je niet kon vinden waar het was. Nou, uiteindelijk hebben we allemaal ontdekt dat het op de oude Victoriaanse watercress beds groeit. Het is een moerasplant wat gewoon veel water nodig heeft om te groeien. Dus bij beekjes of gewoon water wat uit de grond komt in bepaalde konterijen, daar kan het groeien. Gemiddeld heeft een wasabi ongeveer 1,5 jaar nodig om zover te komen. Als een wasabi onder de meest perfecte omstandigheden groeit, juiste zonlicht, juiste temperatuur, juiste hoeveelheid water, kan die ongeveer tot zo groot worden. Voor mij betekent wasabi heel veel, omdat het zeg maar een van mijn belangrijkste smaken zijn in mijn keuken. Dat doe ik al jaren. Ik werk er al jaren mee met ijs of met Hollandaise saus. Of gewoon natuurlijk met rauwe vis, hè, zoals iedereen ook. Maar ook bijvoorbeeld in snoepjes of met wit chocola. Of het is echt een smaak, ja, die ik heel belangrijk vind. Omdat die uitgesproken is. Hij is anders. Het is natuurlijk, iedereen zegt ook dat wasabi spicy is, maar in tegenstelling tot chili, wat in de olie zit, wat de hele avond blijft hangen, is wasabi is bang in your face en dan is die alweer weg. Ik ben met wasabi in aanraking gekomen toen ik een klein jongetje was. Mijn vader nam me mee naar Beethovenstraat. Ze hadden een fantastische Japanse winkel. Helaas is die niet meer. We zouden een petitie moeten starten, Amsterdammers, in de Beethovenstraat Media. Die hadden een sushi counter en daar was een klein blokje groen. En ik kon natuurlijk niet eten met chopsticks als 12-jarige. Dus mijn vader zei, nou ja, dat is fantastisch, dat is heerlijk is dat. En ik stopte die chopstick erin en ik nam dat in één keer in mijn mond. En dat was natuurlijk een explosie met tranen, met stoom uit mijn oor. Dat ik dat meemaakte. En daarna ben ik echt verliefd geworden op wasabi. Als je wasabi zo zou eten, proef je niet spicy. Het is belangrijk dat je de wasabi gaat raspen, niet van de wortelkant, maar van de bovenkant. Oorspronkelijk is het op een van haaienhuid gemaakt raspje. Wij gebruiken gewoon roestvrij staal. Het is een beetje ribbelig. Op het moment dat je dat doet, komt er een chemische reactie vindt plaats van twee componenten. Heel technisch allemaal. Wat gebeurt is dat de suiker van het plantje komt dan vrij. En dat wordt dan de wasabi. Zonder dit, om dit niet te doen, krijg je niet die smaak. Als je gewoon blokjes van zou snijden, gebeurt er helemaal niks mee. Dit is de enige manier om het te doen. Dus gewoon met schil en al, gewoon heen en weer. Niet te hard, niet te zacht, want anders krijg je niks vrij. En dan heb je een apart lepeltje. Dan heb je je wasabi. En je ziet dat het niet zo groen is. Zoals in de supermarkt, dit is het meest pure wat je kan krijgen. U denkt van, nou, als smaakmaker zou ik het willen proberen. Zijn er, vooral in de goede Japanse winkels of in de goede Chinese winkel, is er gewoon poeder te koop. Want niet vergeten, als je er poeder van zou maken, is het de intensiteit nog 10 keer zoveel. En daarom, voor goede poeder van pure wasabi, wordt daar wel gemixt. Maar het is wel 15 of zeg maar 30% wasabi, echte wasabi die erin zit. En dan kan je goede poeder gebruiken, waar je gewoon met een klein beetje water, lepeltje, een papje van maakt, zoals je bij de sushi krijgt. Maar geen tubetje, wat bij de supermarkt ligt, wat gifgroen is en wat in verste verte niet eens smaakt naar wasabi. Het gerecht dat we vandaag gaan maken is een sashimi van zalm. We noemen dat taiko sashimi style, omdat het een beetje gebaseerd is op het origineel. Gewoon plakjes rauwe zalm en je krijgt je sojasaus en je krijgt je wasabi ernaast en je gember.
Maar wij maken er kleine gerechtjes van. Heel dun gesneden, mooi, die gelakt is met stevia-azijn. Sesamzaadjes die coated zijn met wasabi. Een beetje een leuk mondgevoel. Onze eigen sojagel. Glutenvrij. Kleine Rice Krispies eroverheen. Een gel van wasabi met een bouillon, zodat niet dat het te sterk is. Dan hebben we een sorbet van wasabi. Kruidjes van de tuin. Heel lichte koriander. En dan hebben we nog wat sneeuw van wasabi om hem af te maken. En dan eindigen we natuurlijk altijd met de gember. En dit is onze eigen garishoga, die gemarineerd is met sinaasappel. De zoetzure gember die eet je eigenlijk als laatste van het gerecht. Want die naturaliseert dan het zouten van de soja, het vet van de vis en alles. Dan eindigt het gerecht mee. Dan naturaliseer je alle smaken weer terug naar af voor je volgende gang. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.